Oké, we gaan het nu even over buitenlanders hebben. En ik ben zelf allochtoon geweest in Groningen. Want ik ben geboren in Bovenkerk, dat ligt onder Amsterdam, dat is het westen van Nederland. En toen ik 16 was, ben ik verhuisd met mijn gezin, met mijn vader, mijn moeder en mijn zusje, naar Groningen. En daar spreken ze Gronings, geen Nederlands. En daar was ik dus allochtoon. Dat was te doen. Dat was heel goed te doen. En ik wist ook heel goed wat mijn plek was. En want ik ben voor hen, was ik gewoon een buitenlander. Een allochtoon. Een Angere. Dus daar gedroeg ik me. En nou ja, toen ze in de gaten kregen dat ik mij gedroeg. Nou, toen mocht ik mee naar feestjes en lalala. En ik heb nog seks gehad met allerlei Groningse meisjes. Nou, niet heel veel seks natuurlijk, maar een klein beetje. Maar wel seks dat je denkt, oké, ik hoor erbij. En nou, deze meneer, dat is ook een allochtoon. Maar die heeft niet echt hetzelfde geleerd. Nou, laten we even kijken wat hij allemaal zegt. Ja, precies. Dus hij baalt van het feit dat hij naar het ziekenhuis gaat, dat hij formulieren in moet vullen. En het antwoord is natuurlijk, je moet helemaal niet naar het ziekenhuis gaan. Kijk, dat is ook een goeie. Waarom zijn er soldaten in mijn land? En waarom zijn er soldaten in mijn land en vermoorden ze onze kinderen? Nou, dat is een hele goeie. Dat komt vanwege de paus. Even bijstaan hoor. Ja, dus de paus, die komen uit Babylon. Dus de paus niet natuurlijk, maar de paus is gewoon een of ander veentje. De huidige paus die komt uit Zuid-Amerika. Maar het komt uit Babylon. En die Babyloniërs, die zijn het land binnengevallen van deze klootzak. Het is gewoon een katholieke klootzak. Dus zijn geloof, hè, van deze venten, die ik hier aanwijzen, dat is dan Mohammedaans, neem ik aan. Maar dat komt van de paus. Het is verschrikkelijk. En het ergste is natuurlijk nog dat die vent niet in elkaar geslagen werd. Kijk. Tand om tand, oog om oog. Dat geldt inderdaad. Dat is een christelijk dogma. Kijk, een hele mooie. Vraag de Afrikaners die niks te eten hebben. Wiens fucking schuld is dat? In Afrika kan je 2 keer per jaar oogsten. Dan moet je natuurlijk wel zorgen. En die Afrikaners die doen dat dus kennelijk niet, want ze hebben niks te vreten of ze maken te veel kinderen. En het is ons fucking probleem. Dat denk ik niet, hè? Ik denk dat deze meneer gewoon lekker naar Afrika moet gaan en een landbouwgrondje moet pachten en gewoon lekkere limoenen of cassave of zeg maar. Maar hij staat hier gewoon in een bus
En hij heeft een uitkering, want deze klootzak, die krijgt natuurlijk geen werk, hè? Dat snap je wel. Iemand als deze persoon, die zal je niet in je bedrijf willen hebben. Hij is gewoon boos. Hij is gewoon een boos. Hij is boos. En hij reageert zijn boosheid af op de Zweden. In dit geval, want hij zat in een Zweedse bus. Met een Zweeds paspoort en lekker binnengehaald. En een kankeren op de Whiteys. Hè? De mensen met te weinig pigment. Want dit is een pigmentgelover. Hè? Die gelooft, je moet gewoon zoveel pigment hebben. En dan stel je wat voor. En anders niet. Kijk. And you eat meatballs and potatoes. Hij zei het in Zweeds natuurlijk. Hè? Dus dat mag dus niet. Hij komt dus naar Zweden om te vertellen. Ze mogen geen vlees eten. En geen aardappels. En ze moeten daar onmiddellijk mee ophouden. Want hij gaat wraak nemen op het feit dat wij eten. Echt interessant, hè? Het IQ van deze man is denk ik 70. I criticize only Europeans. Nou, dat is natuurlijk geen racistische uitspraak. Dat begrijpen jullie wel, hè? Daar is niks mis mee. Dat mag je gewoon zeggen, omdat hij heeft pigment. En mensen met pigment, die mogen mensen zonder pigment gewoon bekritiseren. Op het feit dat ze geen pigment hebben. Niet op wat ze doen, want hij klaagt natuurlijk niet over het feit dat hij hier lekker in de bus kan staan. Hè? En die bus is gemaakt door allemaal Europeans. Hè? Dat maakt hem niet uit. Gewoon kritiek, hè. Het is gewoon, je hebt te weinig pigment en dus je moet dood. Kijk, dit is ook een hele goeie. De Balkan countries. Dat is voormalig Joegoslavië. En toevallig heb ik dus gedate met een dame uit die contrée. En die vertelde me dus dat in haar land, toen zij er nog woonde, ze woont inmiddels in Nederland. Maar toen zij er nog woonde, toen kwamen die lui kwamen binnen. Ja? Met zo'n jasje aan, zo'n bondkraagje en een petje op. En ze hebben het allemaal koud. En wat hebben we het ellendig hier. Ja? Het zijn dus niet de Balkanlanden die ons haten. Nee, zij haten ons. Ja. Kijk, dit is ook een mooie. Deze man is natuurlijk niet geïnformeerd. Dus hij heeft nou, now all your soldiers are out. Kijk, en dan gaan we bij dit woord even stilstaan. Ik hoop dat je het goed kunt zien. Hè? Soldaten is het op het Nederlands. En dit woord, dat komt van het woord zout. Het zijn dus betaalde mannen die vechten. Hè? Dus nu zijn... Oh, sorry. Nu zijn al jullie betaalde strijdende mannen weg. Hè? De Taliban en de Mujahideen are back. Hè? Nou, kijk, betaalde strijders... daar hebben we geen zin in. Dat slaat helemaal nergens op. Kijk, als mijn dochter verkracht thuiskomt en ze heeft een vermoeden door wie ze verkracht is, dan heb ik een mobieltje en ik heb een laptop en ik heb nog meer communicatiemiddelen. En ik ga eventjes wat organiseren. Maar dat is niet betaald. Daar krijg ik geen geld voor. Hij denkt dat wij onze dochters niet gaan verdedigen, want de Taliban, en dat weten we, de Taliban is betaald, hè, dat zijn soldaten.
Die worden betaald door wie ook alweer? De paus misschien? En de Mujahedin, dat is een heel mooi begrip. Ik heb Mohammedaanse vrienden. Ik weet van het begrip Mujahedin. Ik ben een Mujahedin. Dat heeft niks te maken met een betaalde strijder. Een Mujahedin is een strijder. En de Taliban, die werden betaald. En die dus ook. Deze man mag zich zorgen gaan maken over waar hij verblijft. Ja, dat is ook bullcrap. Hier staat, God is groot. In principe is dat een belediging. En als je de Koran goed leest, zal je dat ook zien. Dat kan dus niet terugkomen. Ik bedoel, van God kan je niks zeggen. Dat staat in de Koran. Dus, en dit, hij kan misschien zeggen van, God is aan mijn kant, want ik ben zorgvuldiger dan jullie, of zo. Maar hij kan niet zeggen, God is groot, is terug. Dit is bullcrap. Dit is een man die moet zo snel mogelijk naar een psychiatrische inrichting. En dan moet hij een ochtendprogramma krijgen. En een middagprogramma. En een avondprogramma. En dan niet te laat naar bed. En veel frisse lucht. En allemaal alleen rustige dingen. Een beetje macrameën. We kunnen meer doen. Wat heet dat ook alweer? Dat papier vouwen? Geiten voeren. Kijk, en de big God, dat is dus bullcrap. Want er is geen grote God. En de reden daarvoor is dat God geen eigenschappen heeft. God is de veroorzaker van eigenschappen. En dit, de Big Bang, nou, de Big Bang Theory, dat is natuurlijk, daar heeft hij op zich wel een punt, denk ik. Want ik heb niet het idee dat ik Big Bang ben of zo. Hè? Ik ben geen kind van de Big Bang. Ik ben een kind gebleven. En hij lult gewoon uit zijn nek. Maar even kijken wat hij nog meer gaat zeggen. Kijk, who said that we come from monkeys? Ja, daar ben ik stam dus niet als mens van de aap af, persoonlijk. Maar hij heeft dat, ja, weet ik veel wat. Oké. Er is een Engels gezegde en dat zegt never say never. Dus hij is bang dat wij zijn soort eruit gaan trappen. Ik denk dat dat een terechte angst is. En als hij met zijn soort mensen dit land overneemt, dan vlucht hij zo dadelijk weer terug naar Arabië. Omdat hij denkt, maar daar is het lekker warm weer. En daar heb je lekker tomaten voor 10 cent de kilo. Hè? Want hij kan natuurlijk niet in de Noordoostpolder aardappels gaan telen of zo. Hè? Hij staat gewoon lekker in de bus in Oslo. Hè? Ja, kijk.
I have wasted 10 years of my life here. If you throw me out, I will kill 10 people of you, then I go. Huh? Hij heeft 10 jaar van zijn leven verprutst in, was het nou Zweden of Noorwegen? Hij heeft dus een fout gemaakt. Ja? Hij is boos. Ja? En hij wil er 10 van ons gaan vermoorden. En dan is hij bereid om weg te gaan. Snappen jullie deze denkwijze? Ja? Dit is toch echt geruststellend, hè? Dat is refugees welcome here. Oh man. Ik wil meer van dit soort mensen hier in Nederland ook. Wat een sukkel. Kijk. Because you take our lives in Afghanistan. Nee, dat is de paus. En de paus, dat is degene die dat Mohammedanisme heeft gesticht. Dat is niet die man in die bus. Ja. You have taken the lives of all of Africa. Echt waar, joh. Kijk, mijn familie, die komt uit Duitsland. Mijn familienaam is Winkel. Dat is een Duitse naam. En dat betekent hoek. Wij waren straatverkopers. Dus wij stonden altijd op de hoek. Voor de maximum attention. Zeg maar, ja, als je op de hoek staat met spruitjes. Maar dan val je meer op. Hè. En onze familie die heeft gewoon... Ja, die hadden gewoon een kar en die gingen naar de boer. En die kochten daar dan kolen en spruiten en whatever. Hè? En dan met die spullen gingen ze naar de stad. En in de stad kochten die mensen al die spullen. En dan gaat deze man zeggen... You have taken the lives of all of Africa. Don't you get it? No, you fuckers. Wij als Nederlanders, wij hebben van ons territorium... Van ons terrein hebben wij wat moois gemaakt. En van Duitsland ook. Hè? Duitsland überhaupt. Hè? En jullie niet. Dat is een grote zandbak gebleven. Die klootzakken die konden niet eens het klimaat veranderen door. Hè? Moron. Kijk, en dit is natuurlijk goed, want Zweden is net als mijn familie... Nooit in Afghanistan geweest. Dat was de fucking paus. Die zijn geloof heeft uitgevonden. Oké. Wie werkt er mee... Met wie werkt er mee met de Europese Unie? Nou, ik niet. En Americans... Kijk, in Amerika, dus wij zijn op de vlucht gegaan voor de paus naar Amerika toe. En naar Zuid-Afrika. Want we hadden geen... Ja, het was heel erg. Heel erg wat er toen allemaal gebeurde. Maar de mensen die gevlucht zijn naar Amerika... Daar heb ik nooit mee samengewerkt, maar ik hou wel van die mensen. En de Europese Unie. Daar heb ik nooit behoefte aan gehad. Zeikneus dat hij is. Sorry. It's you. Kijk. Why are you in NATO? Nou, wat dacht je ervan? Dat wij helemaal geen keus hebben. How stupid can you be? You effing Muslim... Asshole. Oké, hij houdt van Afrika en Somalia. Maar dat is ook bullcrap, want Somalië ligt in Afrika. En
Zij gaan dan onze boten in. Nog meer bootvluchtelingen. En laten ze hun kinderen versuipen op het strand. Ja. Kijk, ze willen gewoon geen inmenging meer, weet je wel. Ze willen niet dat wij daar naartoe komen. Nee, zij willen hier naartoe komen met het vliegtuig. Oh, wat een lul is dat. Deze Joden, zie je de Joden? Oké, dit is een hele mooie. Dit is het Jodengezeik. Dat moeten we dus niet hebben. Dus als iemand Marokkaans is, ik weet niet wat. Oh, deze vent komt denk ik uit Somalië, denk ik. Maar we gaan geen hekel hebben aan Somaliërs, want dat mag niet. Dat is niet goed. Dat staat in de Bijbel. En hij zit te zeiken over Joden. Het is allemaal de schuld van de Joden. En dat is precies wat de paus wilde. De paus wil oorlog met de Joden, terwijl die natuurlijk in achterkamertjes overleg. Joden met poen, ja, die zijn wel oké. Voor de paus. Arme Joden, niet. Maar dat komt omdat arme mensen voor de paus niet interessant zijn. De paus wil poen. En deze man werkt met hem mee. Je zit er te klagen dat hij geen ganja mag roken. Nou, dat is gewoon zijn eigen probleem, want je kan in die contraien gewoon wel ganja krijgen. Dat is onzin. En dat hij geen alcohol wil drinken, dat maakt mij geen drol uit. Des te meer alcohol voor mij. Doe dat dan en ga daar niet over lopen zeuren in de bus. Nou, een reden om alcohol te drinken is dat het net als ganja, het doet iets met je geest. Je mind, je ego. Je verandert je ego door alcohol te drinken. Dat kan je zo ver doorvoeren dat jouw ego denkt, ik doe de deur open en dan loop je gewoon eigenlijk door de deur heen voordat je hem vergeet open te doen. En dat is het effect van alcohol. En je kan ook heel makkelijk van je fiets vallen met alcohol. Het is niet iedereen zijn favoriete drug, zou ik maar zeggen. Mijn dochter die heeft, ja, die is uitermate voorzichtig ermee. Die heb ik nog, die doet het echt niet. Maar je mag het hier wel legaal kopen. En ganja trouwens ook, hoor. Dat kan je ook gewoon krijgen. Maar je moet je wel even regelen, klootzak. En ja, en dat alcohol mensen agressief maakt, dat gebeurt inderdaad, ja. Ja. Ik zelf heb er nooit last van, maar. En dan zegt hij, not hashish, because it makes people quiet as a mouse. Ja, dit woord hashish, hè? Er is een Arabische moordenaarsclub geweest en die heette de Hashashin. En dat waren mensen die gingen dus op een kameel zitten, stoond als een ganaal, en killen. En daar komt het Franse woord assassin vandaan. En het, natuurlijk ook het Engelse woord, want Frans en Engels, het is één pot nat eigenlijk. Hè? Dus assassin. Hè? Dus het is helemaal niet waar wat deze lul hier loopt te beweren. Hij lult uit zijn nek. Zonder dat hij ooit een boek gelezen heeft. Hij heeft waarschijnlijk de Koran niet eens gelezen. Een beetje
lopen overtuigend doen in de moskee. En zeggen van, oh, la ilaha illallah, Mohammed de Rasulallah. Dat is alles wat ik kan. Maar die man weet helemaal niks van de geschiedenis. Helemaal. En hij is gevaarlijk. Kijk, hij is 23 jaar oud. En hij heeft dus wraakgevoelens. Hè? Dus hij is gewoon hier naartoe gehaald. En dat kan ik ook wel begrijpen. Want kijk, het is een mens. En die mens wil ook een leven. En hij wil denk ik ook kinderen. En een huis. En een trapauto. Voor zijn kinderen natuurlijk. Niet voor zichzelf mag ik hopen. En hij wil zelf ook voor zijn eigen een echte auto. Hij wil een leven hebben. En dat krijgt hij helemaal niet. Nee, vind je het gek? Wat heb je te zoeken in Scandinavië? Dus je gaat naar Scandinavië en heb je 10 jaar... En je hebt een Zweedse vriendin gehad en die heb je waarschijnlijk gewoon als trash behandeld. Als, sorry voor mijn Engels, maar gewoon... En gewoon een beetje boos lopen doen. Kijk, heel mooi hè. Ik bak even terug. In de Bijbel staat een mooi verhaal. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk, want er zijn een hele hoop mooie verhalen in. Maar in de Bijbel, daar staat het verhaal van Kaïn en Abel. En als je dat aan elkaar koppelt, dan krijg je kannibaal. Hij is een kannibaal. Want hij kan, zien jullie dat? Hij, I can eat humans right now. Hij wil mensen opeten. Schiet hem dood. Elimineer die man. Zet hem tegen de muur. Allahu Akbar, down there. Oh, dat bedoelt dus in zijn hometown of zo. Oh, dit is ook een mooie. Kijk eens naar deze gedachtegang. Even terugpakken hoor. Dus daar beneden, dat bedoelt hij dus in het zuiden. Daar zijn zijn broeders. En die zeggen, God is groot. Dat is in principe een belediging. Maar het is vergeeflijke belediging van God, vind ik. Ik vind dat je dat wel mag zeggen. God is groot. Dat mag je wel zeggen. Want je weet toch niet wat groot is. Je mag ook zeggen, God is goed. Je mag ook zeggen, God is nergens. Je mag zeggen, God is overal. Dus why don't you... En dan zegt dus die andere man in die beurs, die zweet, die blanke. Die zegt dus tegen hem van, waarom ga je daar naar je toe en dan ga je daar vechten? En dan komt zijn antwoord. Dat is namelijk omdat zijn zusters, die zijn klein. En hij is bang dat ze verkracht gaan worden door Zweden. Want de statistieken zijn dat iets van 100% van de vrouwen die verkracht worden in Scandinavië, dat gebeurt door kleurlingen. Maar hij heeft dus een ding van, nee, het is helemaal niet waar. Dat zijn die Scandinaviërs. En je kan je kind niet alleen laten worden, want ze verkrachten die Scandinaviërs. Oh, wat een sukkel is dit. En dan, people like you. Hij praat tegen een oudere man. Die achter in de bus zit. En die zegt dan, ik heb nog nooit iemand verkracht. Kijk. Disgusting pedophiles like you.
Wie is hier een pedofiel? En hij zegt dat gewoon, hè? En iemand uitmaken voor een pedofiel, wat hij bedoelt natuurlijk niet een pedofiel. De man kent helemaal geen taal, die heeft een IQ van 70. Ik bedoel, hij weet niet waar hij het over heeft, maar een pedofiel, daar is niks mis mee. En je hebt een pedoseksueel, daar is ook niks mis mee. Het woord is pederaster. Degene die het daadwerkelijk doet met kinderen. Oh, wat een sukkel is dit. Echt, ik zou... Ja, hoe moet je deze man nu leren? Hoe moet je deze man tot kennis brengen? Hoe moet je deze man leren dat dit niet de goede attitude is? En hij kan denken, ja, mijn broeders komen eraan met miljoenen. En we zijn allemaal hetzelfde en we nemen Zweden over. You suckers! Als jullie één boek zouden moeten lezen, is dat een geschiedenisboek. En de Koran is net als de Bijbel. Er zitten echt hele mooie, waarachtige... Dus dat het bijna de waarheid is. En dat staat in de Torah ook. En in de Mahabharata ook. En de Bhagavad Gita. En de Tao Te Ching. Maar dit is een... Take him down. Take him out. Mep hem voor zijn kop. Deze man praat alleen maar beledigend uit woede. En die moeten zo snel mogelijk naar een asiel. Een asylum bedoel ik dan. Dus achter een hek. En een eendjes voeren. En ja. Ik ben benieuwd hoe die heet eigenlijk. Ik zou hem al... Do you know why I feel that way? For I have never slipped in my country in peace and quiet. Ja, prima. Ja. En hoe zou dat komen? En wat is zijn country dan? Somalië of zo? Ja. Oh, Afghanistan. Oh, hij is bij de Taliban geweest. Sucker! En ik ga, je zou aan hem moeten vragen, ken jij die meneer Brzezinski, die de Taliban heeft opgezet? Dus hij heeft dus, hij woonde in Afghanistan en dan kwam dus die Amerikanen, dat is gewoon de pauze, de Jezuïeten. En dan kwam zo'n Jezuïet, die Brzezinski, die ging even naar Afghanistan en die ging daar zeggen, jongens... Wil je lekker met kanonnen schieten tegen de Russen? Sukkel dat hij was. Had hij toch nooit moeten doen. Jullie hebben goed eten gegeten met boter en dingen. En waarom jullie niet dan? Misschien omdat jullie met Brzezinski mee gingen doen. Hè? Vechten tegen de Russen of zo. You go mind your own country. Huh? En deze man heeft zoiets van... Ik heb in Afghanistan gewoond. En op mijn 13e ben ik mee gaan doen... met die pauze exercitie tegen de Russen. Terwijl de fucking Russen waren ook van de paus. Huh? Ja, hij zei gewoon... Ik ben een idioot geweest. En ik zat in mijn land en ik was idioot. En ik ben idiote dingen gaan doen. En toen ben ik hier naar Scandinavië gekomen. En dan zie ik hier dat jullie hebben wel lekker te eten gehad. Ja, hoe zou dat komen? Waarom hadden wij hier wel goed eten en in Afghanistan niet? Nou, misschien omdat die Afghanen wel gewoon te dom waren. Of natuurlijk, omdat Afghanistan, dat is een... perfect land om opium te kweken.
Dus ja. En hij heeft daar natuurlijk geen probleem mee gehad, hè? Want toen die Taliban allemaal opium en alles, dat vond hij allemaal prima, man. Dat was alleen maar voor de poen, toch? En hij beweert dus, hij heeft alleen maar brood en water gegeten, maar hij is sterker dan ons 2 meter lang mensen. Mensen, op brood en water kan je niet leven. Dat is net zoiets als brood is niks, brood is geen voedsel. Hè? En water natuurlijk ook niet. Hè? Je kan op brood en water niet leven. Dat teer je vanuit. Hè? En hij is dan sterker dan wij, alleen zijn denkvermogen. Daar moet hij nog een beetje aan werken. Dus ik denk dat hij inderdaad in die tijd had hij gewoon een kip moeten. Je koopt gewoon een kuikentje. En dan moet je een beetje lief voor zijn. Een kuikentje, een beetje graantjes geven. En dan eet je die kip op. En al die eieren natuurlijk, hè, voor die tijd. En dan, ja, en dan krijg je een beetje balans. Hè. Zo jaloers is hij op ons. Ach, kijk. Dit is ook een mooie. Dit mag je gewoon zeggen. Dit kan ik niet zeggen. Hè? Dat als ik nu zou zeggen. Jullie kleine lui van E60 uit Afghanistan. Ik vermoord jullie binnen een seconde. Ja, als ik dat zeg, dan krijg ik natuurlijk de politie aan mijn deur. Maar deze man kan dat gewoon zeggen. Dat mag hij gewoon doen, want hij heeft een hart. Zie je dat? Je kan toch echt zien dat hij een hart heeft. Hè? Hij is vol van. Hij is vol van. Waar is hij nou vol van eigenlijk? Hè? Hij is er echt helemaal vol van dat mensen van tegen de 2 meter, want hij is waarschijnlijk zo'n klein opdommetje. Hij voelt waarschijnlijk al dat hij bij die Afghanistan-oorlog met die Taliban, is hij al gewoon bij de neus genomen en is er met zijn voeten gespeeld en hij voelt het water al omhoog komen. Hè? Hij is totaal ongelukkig. Hè? Hij zegt, sorry, maar jullie spugen in mijn gezicht de hele tijd. Jullie spugen de hele tijd in mijn gezicht, moet je op het Nederlands zeggen. Dat is natuurlijk niet waar. Hè? Dat doen we helemaal niet. Hè? Dat doen zij wel bij onze vrouwen. Hè? Dat kan je in Keulen zien. Hè? Daar hebben ze gewoon die vrouwen gewoon gespuugd. Je kan mijn foto's zien. Maar... Ja. En dan zegt hij, vergeef mijn oma, maar ik kan tegen dit leven niet. En dat zweer ik. Hij kan dit leven niet verdragen. Nou, flikker op naar Afghanistan, man. Laat ons de paus hier in Nederland, en hier dan in Nederland, hè, maar waar hij nu zit, in Scandinavië. Laat Scandinavië gewoon de paus bescheiden. Laat Nederland de paus bestrijden. En laat hij die klootzak teruggaan naar zijn familie. En daar de paus bestrijden. In plaats van de paus te helpen. Het zijn deze oude mensen die zijn racistisch. En het zijn oude mensen die de loterij winnen. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dit is natuurlijk gezeur, want dit gaat helemaal nergens over. Kijk, hij is dus geboren in Afghanistan. En toen hij 13 was, heeft hij dus leren schieten met een Kalashnikov. Hoorden jullie die klemtoon?
En nou is hij dus geen miljonair of zo. Maar wie wil, ik ben ook geen miljonair. Hij wil toch gewoon een vrouw met een kind en een leuk huis en alles, toch? Of niet? Nou, dit is ook een hele mooie. Even kijken hoe ver we zijn. Nou, even ter afsluiting. Ik sta de film nu te exporteren. Het is een film in een film. Maar nu even tegen jullie, buitenlanders. En tegen jullie Nederlanders die opgescheept zitten bij deze buitenlanders. De essentie van het bestaan is dat er samen gewerkt moet worden. En dat zie je ook bij haringen. Die haringen die zwemmen in een school. Dat zie je ook bij stokstaartjes. Het zijn een stokstaartje op zichzelf, in zijn eentje, stelt niks voor. Die houdt het geen 3 maanden vol. Maar een stokstaartjesgemeenschap wel. En dat zie je binnen dieren niet zo heel veel, want binnen dieren heb je heel veel solitaire vormen. En binnen mensen komt het ook voor. En dat noemen we dan de fool on the hill. En dat zijn mensen die wenden zich af van de samenleving. En ja, die leven dan van water en wilde honing of zo. Maar dat zijn uitzonderingen. En wij mensen, we hebben elkaar gewoon nodig. We moeten om elkaar zorgen. En dit weten mensen al heel erg lang. En daar kan je een business van maken. En dat is dus gebeurd. Een business van empathie. Hoe maak je geld van mensen die om elkaar geven? Dat is gebeurd. Er is geld van gemaakt en De Rooms-Katholieke Kutkerk, dat is de rijkste organisatie van ter wereld. En ze zijn niet alleen rijk in fysieke eigendommen, physical assets, wat ik eigenlijk zeggen, physical assets, maar ze zijn ook heel rijk in hun meedogenloosheid. Denk maar aan Abraham Lincoln. En dat was een van de eerste presidenten. Dat was een president in de 19e eeuw van Amerika. Die hebben ze gewoon omgelegd. Denk aan Ronald Reagan. Die hebben ze ook gewoon in zijn buik geschoten. Denk aan John F. Kennedy. Die hebben ze dan door zijn hoofd heen geschoten. En denk aan die anderen. En als je zo bent, zo meedogenloos. Ja. Je komt wel ergens natuurlijk. Maar die lui, die hebben Europa ingenomen aan het begin van onze jaartelling. En wij hebben ongelooflijk gevochten tegen die lui. En jullie buitenlanders hebben ook last gehad van die lui. En nu komen jullie hier naartoe. En dan gaan jullie ons de schuld geven. Ik dacht het even niet. Hè. Wat jullie kut buitenlanders. En daar bedoel ik alleen de kut buitenlanders mee. Hè? Want ik heb een hele hoop vrienden en die hebben een kleurtje. En dan kan ik gewoon prima mee prot. Maar jullie kut buitenlanders, jullie hebben dat niet in de gaten. Jullie zijn net als dat je
Je weet van een kind dat is verkracht door haar vader. Dus dan ga je er maar van uit dat dat kind kloten is. Jullie zijn een piece of trash. En hou goed in de gaten wat de rol is van de paus. En als je naar de paus gaat kijken, dan kom je terug naar Babylon. En kijk vooral ook eventjes naar Zwitserland en Octagon. Hè? En dan nog een keer een gesprekje hebben. Ik wil positief afsluiten. En zeg bij deze dat deze aarde die is van iedereen. En inderdaad, wij hebben van Nederland iets heel moois gemaakt. En Scandinavië ziet er ook geweldig uit. Mooie huisjes, openbaar vervoer, sociale voorzieningen. Allerlei dingen die je in Arabië of welke zandbak dan ook niet hebt. En jullie mogen hier gewoon naartoe komen. Maar we willen wel dat jullie van jullie zandbak ook wat moois maken. En niet alleen appeltjes komen eten uit Nederland, maar gaan we appeltjes laten groeien in de Kalahari. Eat your shit, man. Wat dacht je van de Sahara? Door de Sahara is een van de meest vochtige gebieden ter aarde. Waarom groeit daar niks? Nou, omdat die mensen daar vandaan, die gaan gewoon lekker naar Scandinavië en die gaan oude mensen uitschelden. En dat is het doel in hun leven. You go echt. Jullie moeten er echt nog een keer over gaan nadenken wat je de F in Europa komt doen.